Van SketchUp naar Unity. In SketchUp hebben wij ons huis ontworpen. En dat gaan we nu in Unity gaan we dat in ons game plakken. Daarvoor starten we Unity op. Dat doen we op deze plek. Dan gaan we naar dit icoontje op het werkblad. Of je zoekt hem even op in het startmenu. Je start hem op. Deze komt in beeld. En als we die hebben opgestart, dan verandert dat menu in dit menu. In dit menu kunnen we de boel gaan starten. Dus daarvoor ga je naar Open. Hij heeft het menutje geopend. En op dat moment gaan we even naar onze werkmap. Onze werkmap, daar staat Unity werkmap. Eiland klas 2D. Die klikken we aan. Deze klikken we aan. En dan zie je daar staan map selecteren. Die selecteer je. Dan gaat er eigenlijk weer van alles weg. Maar wat hij nu gaat doen is de hele boel opstarten. Ook hier moet je even de tijd voor nemen. Hij heeft het menu helemaal geopend. En je ziet van alles voor het verschijnen. Je ziet ten eerste een deel van het eiland wat we gemaakt hebben. En daaronder zie je een hele map met assets. En assets, dat zijn eigenlijk allemaal objecten die we daarin kunnen plaatsen. Ook jouw object gaat daar uiteindelijk weer in. Hoe moet je hier nu mee overweg? Eerste, deze balk is heel belangrijk. Het handje. Met het handje kun je namelijk in het scherm heen en weer gaan bewegen. En je kan met het wieltje kan je inzoomen en uitzoomen. En dat is wel heel handig, want dan kan je namelijk nu even je eiland uitzoeken waar jij bijvoorbeeld een huis op wil zetten. Nou, ik kies even dit eilandje uit. Nu willen we ons huis erop gaan zetten. Nou, daarvoor moeten we ons huis importeren. En daarvoor moeten we namelijk even naar de map. En home en dan in huisje SketchUp. Dat is die. Hier staat het huis. En dat pak je beet en dat sleep je gewoon naar de map assets. En daar gaat hij vanzelf in. Kijk, hij is aan het nadenken. En hij staat erin. Deze map kan weer weg. En je ziet dat er hier een huis is gekomen. Het is dus handig om een goede naam te kiezen. Dit huis pak je nu beet en dat breng je gewoon naar je eiland toe. En hij staat al op zijn plekje. Hij is geselecteerd, hij vindt van alles. Dit huis, daar moeten we nog wel van alles mee doen. Je selecteert hem hieronder weer even. Dan krijg je namelijk hier weer het menutje wat open gaat. En nou is het heel belangrijk dat je hier Generate Colliders, dat je die aanvinkt. Wat zijn er nou eigenlijk? Die colliders die zorgen ervoor dat jouw muur echt een muur is. Dat je er niet zomaar doorheen kan lopen. Oké, moet jouw huis nou hier blijven staan? Nee, nu kan je van alles ermee gaan doen. Je kan het namelijk met de heen en weer pijltjes kan je het nu gaan verplaatsen. Eerst even apply zeggen. Oh, dat had ik hier ook moeten doen. Ja. Nu kan ik hem verplaatsen. Kijk maar naar de pijltjes. Ik kan hem die kant op verplaatsen, die kant op. Met de blauwe pijl kan ik een beetje naar voren, een beetje naar achter. Een beetje omhoog, een beetje omlaag. Omhoog betekent dus dat hij nu hier van de vloer af is. Maar ik wil hem namelijk op de vloer hebben. Dus je moet even kijken dat hij net aan het randje pakt. Zo. Ik moet hem ook, ik kan hem ook draaien. Dus dan kan je hem roteren bijvoorbeeld. Dus als ik hem daarheen wil hebben, dan roteer ik hem zo. Dat hij dus naar ons begingebouw gaat kijken. En ik moet hem even schalen. Dat is deze, de scale tool. Want met dat schalen kan je namelijk je huis iets kleiner maken of iets groter maken. Dat hangt er een beetje vanaf hoe groot jij hebt getekend. Het kan zijn dat je te klein hebt getekend en dat je dus op dat moment hele kleine deurtjes krijgt. Nou, dan schaal je hem een beetje groter. Heb je hem vrij groot getekend, dan kan je hem een beetje kleiner maken. Dat heb ik in dit geval even gedaan. Op dat moment gaan we weer even, druk ik nu even het wieltje van je scrollmuis in, want dan kan je namelijk ook even de boel draaien. Ja, nu wil ik even aan de zijkant kijken. Nou, dat doe ik hier met dit toeltje. Dan druk ik op een van die pijltjes en hij gaat draaien. Ik ga inzoomen, 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 want wat wil ik namelijk doen? Ik zie hier namelijk een object staan. Dat zijn de objecten die gaan draaien. Die staat nu voor mijn huis. Maar die kan ik ook in mijn huis zetten. Dus dan moet ik die even aanzetten. Dan moet ik goed kijken dat die dus niet op schalen staat, maar op heen en weer. Dus dan kan ik hem naar boven toe brengen. En ik kan een beetje die kant op brengen. Dan ga ik even weer een slag draaien. En ik wil hem
daar neerzetten. En even terug draaien. Ik wil hem namelijk eventjes op het balkon van mijn huis neerzetten. Oh, ik moet nog een keertje draaien, zie ik. Want hij steekt een beetje uit. En een beetje omhoog. Nu staat hij namelijk in mijn huis. Op die manier. Hij staat namelijk op het balkon. En dan staat het object daar te draaien. De deur van mijn huis zit aan de achterkant. Dus ik zal zo dadelijk om het huis heen moeten lopen. Nou, hoe ziet dat er dan in werkelijkheid of in je spel uit? Dan ga je hier naar boven naar play. Je drukt op play. Daar zijn we al. En dan kunnen we dus draaien met onze muis en lopen en springen met de spatiebalk. Maar dat weten jullie wel. Dan ga ik naar mijn onderdeel toe. Nou, nu ga ik naar mijn huis. En nou zie ik dat mijn huis eigenlijk een beetje aan de grote kant is. Nou, dan lopen we eromheen. En dan probeer ik naar binnen te lopen en ik zie dat dat dus niet lukt. Dus dan moet ik even springen om naar binnen te lopen. Dus ik moet zo dadelijk mijn huis even kleiner schalen. Ja, dus dat kan ik nu ook even doen. Dan ga ik naar Escape op mijn toetsenbord. En dan even deze pijl weer indrukken, want dit is namelijk het beginmenu. En als je de pijl weer indrukt, dus je zet hem van de play af, dan gaat hij weer terug naar het menu. Dan moet je je huis weer eventjes beetpakken. En weer even op schalen drukken. En dan schaal je je huis weer even kleiner. Dan zie ik dat mijn huis dan ook weer eventjes wat naar voren mag staan. Dus dan trekken we de pijl even naar voren. Nou, de kubus staat daar nog keurig. Nou, nu is hij wat kleiner. Ook even naar beneden. Kijk. Zo. Oh, een heel stuk naar beneden zie ik al. Daar. Op die manier. En nu moet ik dus deze wel even beetpakken. En die ook even naar beneden brengen, want anders zit namelijk dat bolletje bovenin. En dan ga je hem gewoon weer proberen. Dus we gaan hem nu weer proberen. Kijk, ik zie daar de trap, dus dan ga ik naar de trap toe. Dan ga ik richting de trap. En ik loop naar boven. En dan loop ik naar boven. En nu sta ik op het balkon en ik zie daar mijn onderdeel staan. En die ga ik beetpakken. Hoppakee. En op dat moment kan ik over alles heen kijken. En ik zie dat ik daar nog een aantal blokken heb staan. En ik heb daar nog blokken staan. Op deze manier kunnen we ernaar kijken. Escape. Het beginmenu is er weer. Maar daar kan ik eventjes uit met de pijl weer. En daar is die weer. Wil je de spullen nou weer opslaan? Dan ga je naar File. En je slaat even de scène op en dan zeg je dus save scene as. Dit is een scène en dit is een scène. Dus als ik nu zeg save scene as, dan krijg ik hier gewoon een scène bij met jouw naam. En dan kan ik gewoon kiezen wat ik wil. Is de scène goed? Prima, niks aan de hand. Wil ik weer eventjes opnieuw beginnen, dan pak ik de oude scène en dan ga ik daar weer in verder. En sla ik die weer op en save scene as. Succes ermee!